Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen kiezers nu gaan zeggen, ja, het is nu eens tijd voor een dame. Het is nu tijd voor een vrouw. Ik geloof er geen klap van. Ik dacht je nou dat althans ik zou zeggen, nou, als het een vrouw kan zijn, nou graag, Angela Merkel. Ja, zou ik in Duitsland op Angela Merkel hebben gestemd? Ja, terwijl ze nota bene van het CDU was. Ja, natuurlijk had ik dat gedaan. En zo zijn er wel meer voorbeelden van enorm competente vrouwen. Ja. Ja, maar ik, naar mijn idee is er in competentie geen fundamenteel verschil tussen vrouwen en mannen. Nee. Je hebt competente vrouwen en competente mannen. Je hebt incompetente vrouwen en incompetente mannen. En nou ja, voorlopig hebben we nog geen non-binaire personen die ook meedoen. Ja. Deze man was... dat is die man van dat ding in Amsterdam, waar dat toen zo misging. Dus die heb je al ontmoet. Dus die zul je niet meer herkennen, denk ik. Nee. Was hij de leider van de discussie? Volgens mij wel, ja. Ik zag dat die opnames, dat die nu op het internet te vinden zijn. Oh, dat zou kunnen. Dat was dat gezelschap van investeerders, toch? Ja, ja, ja. Met die afschuwelijke middag die ik daar in dat stomme Amsterdam... Ja. Nou, ik kwam op 1:01 kwam ik binnen. Toen zei ze nog, wilt u niet nog even uitrusten? Maar ik denk, oh, dat gaan we niet doen. Ik had de kook, is dit die man die ik 3 kwartier aan de telefoon heb gehad? Ja, ja, ja. En die toen aan het eind van het onderhoud zei, wees een half uurtje. Dat is deze meneer. Oh, daar was ik niet zo over te spreken. En volgens mij heeft hij een boek heeft hij gestuurd om het een beetje goed te maken. Dat allemaal zo misging, want zij hebben de taxiservice geregeld. Ja, dat het misging lag aan Amsterdam. Ik was 1,5 uur van tevoren opgehaald. Terwijl je denkt, nou ja, Amsterdam. Ja, maar zij voelden zich natuurlijk schuldig als organisatie een klein beetje. Ja, terecht. Wie houdt er nou een conferentie? Ik wil best nog wel eens zeggen, mocht iemand van onze toehoorders van plan zijn een conferentie te houden in Amsterdam, op zichzelf al niet verstandig. Ik zou zeggen, pik een of andere Van der Valk. Ik heb verder niks met de Van der Valken, maar goed, ze hebben een ruim parkeerterrein en een massa zaaltjes, maar niet in het centrum van Amsterdam. Ik bedoel, dat doet u gewoon, uw gewenste gasten, doet u daar iets verschrikkelijks mee aan. Stel voor dat ik het onderwerp van uw conferentie interessant zou vinden. Ik lees dat het in het centrum van Amsterdam is. Ik kan u nu al vertellen, ik kom niet. Nee, ik kom niet. Ik doe zo weinig mogelijk in Amsterdam. En dan nog altijd met een taxi. Ik las toch. Maar goed, dat was dus die meneer. En wat ik zeg, die volgens mij voelt... Want wat heeft een envelop met een boek erin, hè? Ja. Ja. Ja, als ik het uit ga pakken, dan hebben ze allemaal gekraak voor de luisteraars. Ja, ja. Nee, dat moet je dus lekker thuis maar niet straks doen. Ja. Even kijken of we dan alle politieke dingetjes hebben gehad. Er was nog één vraag. Dat is niet zozeer over de Nederlandse politiek, maar over de Britse Eerste Kamer. Traditioneel zitten daar mensen in van adel. Ja, House of Lords. De House of Lords, precies. Het woord zegt het al. Maar tegenwoordig is het ook zo dat verdienstelijke Engelsen kunnen tot lord gemaakt worden. Ja, bij ons kon dat vroeger ook. Willem de Eerste bijvoorbeeld heeft allerlei mensen een soort adellijke titel verleend. Ik geloof al die jonkheren, dat is allemaal werk van Willem de Eerste. Ja, en dat kan in Engeland ook en wordt in Engeland nog steeds gedaan. Dus een succesvolle schrijver van detective romans, die maken ze tot lady zussen me zo van zussen me zo. En dat kan ze ook in het... volgens mij Ruth Rendell zat ook in het Hoge Huis en heeft daar een hele kwieke indruk gemaakt, bij mijn weten. Dus daar zitten de adel in en nog steeds eeuwenoude tradities? Ja, en verdienstelijke aan Engelsen die in de adel zijn verheven. Ja. En dat kan dan weer op 2 manieren, namelijk gewoon individueel en het houdt op met dat individu als het doodgaat. Maar je kunt ook volgens mij in Engeland nog steeds voor je hele familie een adellijke titel krijgen. Maar goed, het is in Engeland natuurlijk altijd primogenituur. Dat wil zeggen, de titel gaat over op de oudste zoon, neem ik aan. Of dat nou tegenwoordig ook de dochter kan zijn, daar wil ik van af zijn. En het is na het Chinese Volkscongres de grootste wetgevende kamer ter wereld, begreep ik. Oh, is dat zo? Ja, ik geloof niet dat ze erg veel in de melk te brokkelen hebben. Want de leden zijn ook niet gekozen door het Britse volk, hè? Nee. Nee. Dat zegt de hele gang van zaken, ja. Zegt dat al.
Maar dan is er een oppositieleider. En daarom kregen we dat vraag over Keir Starmer. Of Starmer, die wil volgend jaar meegaan doen aan de verkiezingen. Sterker nog, dat gaat hij doen. Hij ligt ook aan de kop. Hij wil dat afschaffen, die Eerste Kamer. Ah, ja, god, wat zou ik daar nou van zeggen? Kan het veel kwaad? Is ook wel een beetje... Dat is een lastige zaak voor mij. Ik ben niet zo van het afschaffen. Ik moet zeggen dat de Eerste Kamer... Ik was altijd nogal voor een bicameraal systeem. Ik moet zeggen dat ik de Eerste Kamer in de afgelopen jaren bepaald niet heeft gedaan wat naar mijn idee een Eerste Kamer zou moeten doen. Nou, toch volledig gepolitiseerd geraakt. En ja, dan begint zo'n Eerste Kamer wel een punt van bezwaar te worden. Vooral als je weet dat Thorbecke er ook niks meer had. Liever geen Eerste Kamer gehad. En ja, nu is de Eerste Kamer toch een verstorende factor. In de zin dat natuurlijk de verkiezingen voor Provinciale Staten, waar uiteindelijk de Eerste Kamer uit gehaald wordt, zal ik maar even zeggen. En die voor de Tweede Kamer, dat die tegen elkaar indraaien. Wat natuurlijk sowieso ook het bestuur van Nederland ernstig bemoeilijkt. Een beetje aanladen van de Verenigde Staten met die tweejaarlijkse Huis van Afgevaardigden verkiezingen en die zesjaarlijkse Senaatsverkiezingen. Dus ja, je moet enorm. We hebben in Nederland, naar mijn idee, we hebben het al eerder over gehad. Ja, toen heb je Voermans aangehaald met zijn stuk. De Voermans die uit die hoogleraar. Ja, en ook volgens mij Tom Jan Meijers, die altijd in zijn Goudse wijk, of wat was het ook alweer, altijd rapporteerde dat de mensen zo'n takkenhekel aan die... dan moet ik weer denken aan die takkenbosman. Sjaak. Ja, sorry. Dat is zo'n ontzettende takkenhekel had aan die voortdurende verkiezingen. Dat ze denken, ja, maar moeten we weer elke twee jaar zijn er verkiezingen, of vaker, als het kabinet valt. En ik voel daar wel mee. Dus ja, ik nogmaals, de Eerste Kamer zoals die zich heeft opgesteld in de afgelopen jaren is een verstorende factor waar je eigenlijk geen profijt van hebt als democratisch systeem. Er kwam wel een goede reactie op van een luisteraar. Die zei, ja, Van Rossum heeft kritiek op de Eerste Kamer, maar laat hem nou eens fatsoenlijk uitleggen waar die Eerste Kamer voor staat. Waar is die voor? Nou ja, in principe is het een getrapt gekozen volksvertegenwoordiger. In Nederland hebben we die over, en niet in... Ja, dat begrijp ik. En het idee was altijd, en daarom had ik wel sympathie voor de Eerste Kamer, dat het zou zijn, met een prachtige term, chambre de réflexion. Een kamer die bijvoorbeeld her en der kon corrigeren wat de Tweede Kamer in zijn modieuze en politiek correcte besluitvorming slordig had gedaan of overbodig had gedaan. Dat je denkt, nou ja, we denken er nog eens over na. Maar als in feite natuurlijk door de samenstelling van omdat het electoraat heel anders is voor Tweede Kamerverkiezingen dan voor de Provinciale Statenverkiezingen, dat scheelt enorm. Dan is die Eerste Kamer, die wordt door velen beschouwd als van, lekker. Kunnen we lekker die Tweede Kamer saboteren. Hè? Kunnen we lekker, dat is niet de bedoeling. Ik vind dat ze wat meer afstand zouden moeten houden van, laten we zeggen, de polariserende politieke discussie. Maar dat hebben ze niet gedaan in de afgelopen jaren. Tegendeel is het geval geweest. Maar in jouw ideale wereld is de Eerste Kamer er dus om die wetten vanuit de Tweede Kamer te controleren. Ja, de chambre de réflexion. Ja. Dat is mijn ideaal. De reflectiekamer klinkt een beetje lullig. Hè? Alsof het allemaal spiegeltjes zijn. Ja. Of zo. Maar als ze zelf politiek gaan voeren, dan schiet het de doel voorbij. Ja, dat vind ik wel. Ja. Je hebt veel medestanders, want Lubach heeft er ook al voor gepleit. Arjen Lubach, om het af te schaffen. En nou ja, wat ik al zei. Ik was eigenlijk traditioneel een voorstander van een bicameraal systeem. Maar in toenemende mate niet meer. Ja. Ja, er is nu ook weer enorm veel discussie over de kiesdrempel. En wat die dan zou moeten zijn. Dat is een lastig punt. Je hebt in Duitsland een kiesdrempel, maar in Duitsland is een veel complexer electoraal systeem wat zowel nationaal als lokaal kan tegelijkertijd functioneert. Ja. Misschien zouden we daar eens naar moeten kijken, maar ja. Want de discussie wordt vooral gevoerd om al die kleine snipperpartijen. Ja, wat hebben we daar nou aan gehad? Die hele brigade die daar zit, ik bedoel, sorry hoor, maar dat heeft toch eigenlijk ongelooflijk weinig opgeleverd. Ja, maar wat dat betreft zou een kiesdrempel... Mijn bezwaar is dat je dus opkomende bewegingen, dat je signalen uit de samenleving niet
niet op een juiste wijze of een makkelijke wijze op kunt vangen. Ja, maar een kiesdrempel zou dus ook de formatie uiteindelijk makkelijker kunnen maken. Dat zou best kunnen, ja. Ik weet niet wat ze daar. Ik dacht dat de kiesdrempel in Duitsland 5% was. En dat is al vrij fors als je even kijkt naar de Tweede Kamer. 5% is dan, dan zit je al op 7,5 zetel of zo. Ik weet niet wat ze hier van plan zijn, maar dat is fors. Ja, want dan zou natuurlijk het overgrote, dan heb ik de indruk nu dat ook bijeen zal verdwijnen uit de Kamer. Ik schat dat die BWNL, of hoe het mogen heten, van die Haga, dat die het ook niet gaan redden. Die nog Kamervragen over jou heeft gesteld. Ja, in de slimste. Ja, dan als een Tweede Kamer fractie vragen stelt, niet waar over een bejaarde podcast klets, maar joh, dan weet je dus dat ze in een toestand van ultieme wanhoop verkeren. Hè. Aandachtstrekkerij is dat. Het ging over je rol in de slimste. Ja. En wat je daar allemaal uitgaat. Ja. Ik moet zeggen dat de minister, die heeft daar vier prachtige papiertjes, A4'tjes over geschreven. Althans, haar ambtenaren hebben dat gedaan. Waarin ze nog eens duidelijk aan van haar uitleggen, wat hij natuurlijk al lang wist, dat hij zich er helemaal niet mee te bemoeien heeft. Dat is zijn taak helemaal niet. 50 plus verdwijnt misschien ook? Zeker, dat verdwijnt ook. Dus er wordt wel opruiming gehouden, is mijn indruk. Ja. Ja, 21. Ik weet niet hoe die gaan draaien. Maar... Eerdmans gaat het weer doen, hè? Ja. Tenminste, dat is de verwachting. En het is nog wachten op de Sinterklaaspartij, dat die zich gaat melden. Ja, daar zou ik zelf op stemmen. Ja. Ja. Ik hoop ook dat Sinterklaas ook een beetje een centrumfiguur zal zijn, als bisschop. Dat je toch, ja, je moet dadelijk, een bisschop is toch niet links of rechts. Een bisschop is er om cadeautjes te geven. Maar altijd met een opvoedkundig verantwoord gedicht erbij. Hè? Dat niet zo of zus of zo niet kunnen doorgaan. En dan zie ik het cadeautje ook in politiek beleidsmatige termen. Ja. Het beeld wordt al redelijk duidelijk zo. Hè? Met Jezilgus, we krijgen Jetten, we krijgen Timmermans. We krijgen Marijnissen die blijft zitten. We krijgen Bontebal. Bontebal. Nou, ik moet zeggen, als ik het zo bekijk. Geert blijft gewoon lekker meedoen. Het is is het een generatiewisseling? Dat is het in allerlei opzichten ook niet. Want Timmermans is ouder dan Rutte volgens mij. Rutte zit ergens eind 50 of zo. Ja, omdat Joop van den Berg had op dat parlement.com een leuk stukje over generatiewisselingen in de politiek. Die zich om de zoveel tijd voordoen en soms is het ingrijpend en blijvend, en soms is het ingrijpend, maar is het eigenlijk vrij snel toch weer niet wat je ervan zou hebben verwacht. Ik kan iedereen die lezing van die stukjes overigens van harte aanbevelen. Op het parlement.com, wat geloof ik vanwege financiën bedreigd wordt met de ondergang. Dat die website? Ja. Dus ik zou willen pleiten, ik bedoel, dat kan toch niet zo verschrikkelijk veel geld kosten. Is er niet ergens een instantie die dat kan financieren? Als je denkt, wat een geld van allerlei flauwekul uitgeven. Maar waarom is die site zo goed? Omdat Joop van den Bergen en zijn collega Van der Braak, heet hij geloof ik, dat daar elke week een bijzonder aardig stukje schrijven over de Nederlandse politiek. Zijn wel, de ene is de... Van der Braak is volgens mij nog steeds hoogleraar in Nijmegen, als ik me niet vergis. Het is een column. Ja, het zijn columns. En Joop van den Berg is ouder dan ik, dus dan heb je wel een beetje een beeld van... Maar hij kan gewoon... Ik denk wel dat hij van 43 nog is. Maar kan hij niet gewoon op Twitter die column zetten? Heb geen idee. Ja. Dat zijn columns die zo verstandig zijn dat ze op Twitter... volledig misplaatst zouden zijn. Ja. Nog één vraag van de luisteraar, die sluit hier mooi op aan. Maarten, vind jij dat er een minimum leeftijd moet komen voor minister-president in Nederland? Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee. Ja, als er nou een ruim aanbod was van 26 jaar om premier te worden, maar daar is toch geen sprake van. Ik bedoel, ik weet niet, goed, Rutte zit er nu 13 jaar, dit najaar. Wanneer is die, hoe oud is die? Rutte was begin 40, neem ik aan, toen hij minister-president werd. Nou, neem ik aan, die was geloof ik 46, 43, daar wil ik vanaf zijn. Vanaf de 40 mag het van mij. En als iemand briljant is en 35, mag het van mij ook.
En als iemand briljant is in 72, dan mag het ook. We hadden toch in de Scandinavische landen... We hebben er eens afgedankt en vervolgens een hele reeks prutsers gekregen. Waren die allemaal jonger? Aanzienlijk jonger dan Drees, ja. Pieter Kwaai.